achtereen op het water, dobberend op zoek naar grote roofvissen. Dat is waar Jeroen van geniet. De snoeken kunnen voor hem niet groot genoeg zijn, maar waar je de grootste joekel kunt vangen, houden alle vissers angstvallig geheim. Op het moment dat jij redelijk vaak grote vissen vangt, dan trekt dat toch de aandacht van de mensen die, die denken even snel makkelijke visje te vangen. Of die zelf geen tijd en energie insteken om een eigen stek te zoeken. Een slotvis. Hopsakee. Kan jij het zien, want die is? 86 zeg maar. Lekker. Alleen het is wel ja, klein. Ik wil groter. Het is niet zo van nee, ik ga even een grote vis vangen. Het blijft natuur. Als die vis geen honger heeft. En dus is het maar de vraag of we echt een grote snoek aan de haak gaan slaan vandaag. Vooralsnog is het alleen nog maar... Ja, nu is het wachten, ja. Dus als je nog niet helemaal uitgeslapen bent, dan zou ik zeggen... Wat is je record eigenlijk? 1,28 meter. Toen zag ik hem zo langs mijn boot heen zwemmen. Dus toen heb ik mijn plugje ingegooid. Toevallig heb ik hem bij me. Deze. En ja, toen pakte hij hem. Maar dan, als we de hoop al bijna hadden opgegeven... Oh, jongens. Oh, dit is een goeie. Ja, lekker zeg. Nou krijg je echt een buffel te zien. Ah, dit is hem dan. Wat een knijter, hè. Oh, wat een vis. 1,14 meter. Zorg dat hij er helemaal op staat.